Jullie weten natuurlijk dat ik de laatste tijd als een raket ga in Brawl Stars. Zoveel knokkers, rank level 30 gepusht, dat is echt niet normaal. En we blijven doorgaan als een raket, want mijn knokkers toe heb ik bijna rank level 30. Ik had het in een paar video's geleden gezegd dat ik dat van plan was. En als ik het zeg, dan ga ik het natuurlijk doen ook. Ik heb nu momenteel nog mijn 12 trofeeën nodig en dan heb ik Stu al op rank level 30. Hoeveelste knokker is dat dan rank level 30 van mij? Ik heb hierboven, dan heb ik er al 6, maar ik weet dat ik Colonel Ruffs en Amber ook heb. Dus dan heb ik in totaal 8 knokkers rank level 30 al gehaald. Dus dat is wel vrij nice. Dus dit wordt mijn 8e rank level 30 knokker. Als ik natuurlijk Stu nu rank level 30 ga halen. En ik wou eigenlijk eerst Stu naar kracht level 11 upgraden. Maar dat is niet eens nodig. Kracht level 10 is meer dan genoeg. Sterker nog, op kracht level 9 is Stu ook al prima te pushen naar rank level 30. Het is gewoon een hele goede knokker. Maar voordat we gaan spelen en voordat we gaan beginnen en voordat ik hier dit belletje ga openen bij Pasvak in, doe dat duimpje omhoog. 3000 likes zou top zijn. En vergeet niet te abonneren en dan een belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je een keer iets kopen in Brawl Stars, gebruik de code BOWS. En het check BOWS uit mijn kleding op BOWS.nl. Je weet het natuurlijk waar dat kan. Dat kan natuurlijk op BOWS.nl. Ja, misschien een leuk cadeautje. Maar ik ga nu even naar Pasvak in. Want op dit moment was de Brawl Star finale bezig. Ik had even ingelogd en dan kreeg je 10 gratis munten. 10 munten, jongen. Ja, daarvoor doe je het. Ja. Nee, maar je kan ook een gratis kinder vrij spelen als je redelijk actief aan het kijken bent. Dus dat is ook echt nice. Maar laten we nu maar gaan spelen. Ik speel nu momenteel Showdown Plus en dan Schuilplaats. Ik heb hiervoor 18 trofeeën erbij gekregen. Dat is echt nice. Maar ja, daarvoor verloor ik ook weer veel trofeeën. Het gaat een beetje op en neer. Maar ik ben vandaag al een beetje de hele dag aan het spelen. Dan speel ik weer even. Dan doe ik even weer wat anders. Dan speel ik weer even. Ik denk dat ik vandaag al wel rond de 2-3 uur ben bezig geweest. Of de 900 trofeeën naar de 988 te gaan waar ik nu op zit, zeg maar. Dus het zou heel chill zijn als het nu niet te lang gaat duren om van de 988 naar de 1000 te gaan. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik zie jullie op het moment dat het potje gaat beginnen. Oh, daar gaan we dan. Het eerste potje, zolang we in ieder geval maar geen dit trofeeën krijgen. Dat zou ik echt heel erg shit vinden. Maar we beginnen prima. We hebben 2 kistjes en dit is op zich wel redelijk chille spawn, vind ik, in deze map. Dus ik ben er blij mee. En dan kunnen we ook meteen naar het midden gaan. Met een beetje massa kunnen we daar ook nog kistjes pakken. Er komt nu wel een Lola al aan. Dat is al een beetje irritant. Maar ik moet even mijn super krijgen. Dat is zeg maar het belangrijkste. Als Stu zijn, dan moet je gewoon even je super hebben. Oké, top. Die heb ik nu. Dan kan ik in ieder geval iets meer uitrichten. Die Lola vind ik irritant, maar die moet ook voor mij uitkijken. Want Stu is levensgevaarlijk. Oh, daar zit de Tara. Ik zal nu even spinnen. Ik hoef nog niet meteen het duel aan te gaan. Maar op het moment dat ik je kan backsteppen, doe ik dat zeer zeker. Maar ja, dat doet iedereen op dit niveau. Iedereen is zo'n klootzak eigenlijk. Is die solo showdown. Weet je, op het ene moment zijn ze je vriend. Als het wat minder gaat en je hebt weinig levens, iedereen backstep je op dit niveau dan. Ja, die Tara laat ik even. Oeh, die Lola zit daar nog steeds. Oh, er zit aan de andere kant ook een Lola. Ik dacht even dat deze Lola een kill had gemaakt. Maar dat is niet het geval. Oké, we kunnen nu misschien niet deze Lola even gaan pushen. Of, ja, dat lukt wel een soort van. Ik zal even deze krachtpunt pakken. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oké, we zitten in de top 6. Als ik 1 kill maak... Oh, nu al top 5. Als ik nu 1 kill maak, dan krijg ik in ieder geval geen min trofeeën. Dat zou chill zijn. En, oeh, die spike, die spike, die spike, die spike. Oké, die andere Lola heeft hem al gekild. Oké, we zitten in de top 4. En er zitten 2 Lola's. Volgens mij zit hier nu die Tara. Dit gaat heel pittig worden. Dat is één ding wat zeker is. Ik moet even mijn super krijgen. En die heb ik nu eindelijk. En dan hier kijken of ik die nog kan pakken. Ja, nice. Oké, dan ben ik wel dood. Maar ik ben derde geworden. Met 1 kill vind ik op zich wel prima. Als je zag in wat voor situatie ik zat... Was niet optimaal. Maar we hebben nu nog maar 8 trofeeën nodig. Dus let's go. Dit moet lukken. Dit moet en zal lukken. Anders zou het zo shit zijn. Oh, dat zou de eerste rank level 30 push video worden. Waar het in één keer goed gaat. Waar ik niet weer een potje verlies. En dat ik weer, zeg maar, heel veel potjes moet spelen. Het zou wel nice zijn als het ook een keertje gewoon mee zit. Oké, let's go. Heb ik een kistje? Ik heb er eentje. Dat is niet super geweldig. Maar ja, daar moeten we dan maar mee gaan doen. Je hebt het niet altijd zo geweldig als het vorige potje. Nou zijn 2 krachtpunten nog steeds niet heel veel. Maar met een beetje massa kunnen we dat kistje hier nog zien te fixen. Zit hier niemand in de bosjes? Nee. Er zit wel een Surge boven. Hoe heeft die Surge nu al zijn super? Die zat dan te teamen daar zo. Dan hebben we 2 krachtpunten. Ik ga niet te veel naar die Surge. Niet te veel.
En hier zit de Leon. Die wil ik even mijn super ophalen. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dan gaan we hier even hier een kill maken. Ja, dankjewel. Dit is ook chill. En dan even kijken of ik weer mijn super kan halen. Ja, lekker. 4 krachtpunten. We hebben nu al een kill te pakken. Dit zijn alle ingrediënten voor een goed potje. Ja, 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 ja. Oh, daar is ook een bus. Daar moeten we even voor oppassen. Want een bus is gewoon een zeer vervelende knokker om tegen je te hebben. Ondertussen gaan ze hier volop in eigen weg. En dat was een beetje zonde van mijn super. Maar hey, daardoor heb ik er wel weer een krachtpunt bij. Dus in dat opzicht is het wel even chill. Ik zit hier niet heel chill. Ik moet even mijn super hebben, zodat ik iets kan uitrichten. Want ik heb niks. Oké, ja, hè. Oké, ik zal hier weer even een hit doen. Oh, nee. Oh, shit, daar staat nog een search. No, oké. Nou, niet super slecht, maar we hebben weer min 6. Kijk, dit schiet dus niet op. Oh, we stonden er even heel goed voor, maar ja, uiteindelijk is het dus helemaal niks geworden. Dan ging ik toch net iets te aanvallend spelen. Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Aan de andere kant, als ik gewoon één potje echt dik win en ik word eerste en ik maak 4 kills, dan heb ik gewoon in één keer die rank level 30 alsnog gehaald. Maar ja, dan moet dat wel eventjes gaan gebeuren. Ja, dan moet ik eigenlijk veel krachtpunten hebben. En daarvoor moet ik natuurlijk redelijk aanvallend spelen. Die bol, we kunnen die Colt trouwens pakken hier. Ja, nice. En nu moet ik trouwens uitkijken. Maar we kunnen die boel pakken. En... Oh, nee! Shit, ik had echt verwacht dat we die boel konden hebben. En dan krijg ik... Ah, jongen. Dit is zo dom. Oké, ja. We hebben weer zo'n video dat ik een rank level 30 probeer te halen. En dat ik het weer helemaal verpruts in de video zelf. Altijd maar weer. Ik ging weer gewoon aanvallend. Nou, ik had de camera ondertussen weer uitgedaan, omdat, ja, we gingen niet heel erg lekker. Totdat ik dit potje heb gewonnen en 14 trofeeën erbij heb gekregen. Hiervoor, jongen, dat is zo frustrerend. Het schoot mij niet op. Maar we zitten nu ongeveer waar we mee begonnen. En ik ben nu al gewoon 25 minuten aan het opnemen. We zijn gewoon niks opgeschoten. Oké, maar nu gaat het gebeuren. Nu gaan we eerste worden. Krijgen we gewoon 14 trofeeën erbij. En gaan we die rank level 30 halen. Ja, lekker. Oké, dat is nu al een kill erbij. We hebben nu 3 krachtpunten. Misschien dat we die Gil ook kunnen pushen. Nou, ik zie dat er onder ook iemand is. Dus daar ga ik dan niet te veel naar pushen. Want anders heb je kans dat ik word opgesloten. En dat willen we ook niet hebben. Er is daar een Mortis, een Frank met super. En er zit hier nog een Stoe. Een Mortis is geen gevaar voor mij. Een Stoe is wel heel gevaarlijk. Stoes onderling moet je niet mee gaan teamen. Want die ga je echt zo killen. Ja, dat is echt niet normaal. Die Mortis heeft ondertussen zijn super. Dan is hij wel iets gevaarlijker. Jongen, ik moet nu even dit potje goed spelen. Ik ga niet zo aanvallen als de vorige potjes. Want daar heb ik ondertussen wel van geleerd. Dus ik hoop dat ik daardoor nu iets langer leven blijf. En dat we nu gewoon een topplekje gaan halen. Maar ja, die Loes die zijn ook heel gevaarlijk. Helemaal als ze hier de boel gaan ontdekken. Oké, ik ga hier even weg en dan ga ik... Oh, jongen. Oh, ja. Kijk, dit schiet niet op. Oké, ik kan de camera eigenlijk net zo goed weer uit doen. Ja, nice. Oké, top. Dat is een mooie kill. Dan zijn we nu nog met 4 over. Alleen, volgens mij zit daar een team nu. Want volgens mij teamen die met z'n allen samen. Ik kan nog even een hartje doen, maar ik heb zo'n vaag idee dat dit niet goed gaat komen. Oké, lol. Die El Primo die probeert hem te naaien. Kijk, dan ga ik nu die El Primo naaien. Kijk, dan moeten we even zorgen dat hun ruzie krijgen. Oh, nice. Die Gil die gaat backsteppen. Dus dat is erg nice. Dat betekent dat ze daar nu met elkaar gaan vechten. En dan wil ik natuurlijk ook wat kills maken. Ja, dankjewel, Gil. Dat is over heerlijk. Misschien dat we deze kill ook nog kunnen maken. Top. Dan hebben we gewoon weer een lekker potje. Nog 10 trofeeën te gaan. Ja, moet dat kind het doen, zou je denken. Nou, het is in ieder geval weer een spannend potje. Maar ja, dat is elk potje op dit niveau. Er zijn ook ziek veel M's. Oké, die M's die wordt daar gebackstapt door die andere M's. Ik zit hier met een Lola die heel irritant doet. Dus dat is ook vervelend. Die Frank en die M's die teamen daar. Maar die Frank kan natuurlijk die M's wel een beetje backsteppen. Ik ga ze gewoon even een beetje irriteren. En dat doet die Leon ook. Kijk, dan zitten hun een beetje in een irritante situatie. En dan zullen ze snel elkaar gaan backsteppen. Dus dat is op zich wel chill. Maar ja, dan moet ik natuurlijk hier wel weg kunnen. Op het moment dat die Lola hier blijft staan, is het wel een beetje gevaarlijk. Oké, ja, nu moeten we ook hier zelf oppassen.
Shit, man. Oké, zou dit goed gaan? Die Lola die gaat niet doorpushen, dus dat is wel erg lekker. Oké, dan hebben we hier in ieder geval weer iets ruimte. Maar die Frank, die heeft ze super. En die kan die elk moment gaan inzetten. Dus ik hoop niet dat hij dat gaat doen. Ik moet eigenlijk omhoog. Ik ga richting die Lola en dan ga ik die proberen te backsteppen. Ja, nice. Oh, het was niet eens echt backsteppen, want het was niet mijn teammate. Maar dit is top. En dan kunnen we hier misschien die search ook nog gaan pakken. Ja, dat zou chill zijn. En... Ik heb hem wel. Oké, dan hebben we in ieder geval geen min trofeeën. Of had iemand anders hem uiteindelijk gekild? We hebben min 1. Oh, dit schiet zo niet op. Jongen, ik ben nu al gewoon 3 kwartier bezig. En het... het is niet makkelijk rank level 30 pushen. Oké, dit potje begint super lekker. Er zijn er meteen al 3 mensen gekild. Ik heb alle tijd de ruimte om lekker doos te openen. Er is hier nu wel een bus bijgekomen. Dus dat is wel een beetje irritant. Oké, dus ik moet daar wel even een beetje voor uitkijken. Maar ik heb in ieder geval lekker 4 krachtpunten. We kunnen misschien die bus even gaan irriteren. Ja, die kunnen we zeker irriteren. Dat is heel irritant voor die bus. Dat is heel irritant. En dan heb ik mooi die krachtpunt gejat. Oké, nice. Hoe gaan we dit nu doen? Ik ga hier eventjes uitkijken. Ik zal even om dit hoekje gaan staan. En die Mortis die had hem gewoon. Oké, nou dit moet hem dan gaan worden. We hebben 5 krachtpunten. Die Buzz zijn heel gevaarlijk, maar die Mortis kan niet zoveel. En zolang Tara niet een super heeft, kan die ook niet zoveel. Dus ja, dit moet goed komen. Als die Tara iets te dichtbij komt, dan ga ik volop die Tara. Oh, er wordt hier boven nu volop gevochten. We kunnen misschien die Mortis nu gaan aanpakken. Oh, yo, die heeft nu gewoon 9 krachtpunten. Dat is echt niet normaal. Maar we zitten in de top 3. Dus als ik nu win, met een kill heb ik het volgens mij gehaald. Dan heb ik het als het goed is gehaald. Maar ik wil eigenlijk eerst wachten totdat die Tara en Mortis het gevecht aangaan. Want ik moet dan wel sowieso winnen halen. Als ik nu volop voor die Tara ga, dan gaat die Mortis sowieso mij aanvallen. En dan ben ik zelf de lul. Dus dat moeten we ook niet hebben. Die Mortis zit daar nu links. En rechts zit Tara. Ja, en die moeten eigenlijk dus met elkaar gaan vechten. Weet je wat? Ik ga die Tara even hier wegjagen. Ik ga die Tara hier even wegjagen. Oké, die is daar nu weg. Dus dan weet die Mortis ook waar die Tara zit. Dus ik hoop dat die Mortis dan richting die Tara gaat. En ik hoop dat die Mortis nu doodgaat. Dat zou chill zijn. Ja, lekker. Dan kan het goed komen, Oh, dit is heel chill. Ik moet even mijn super krijgen. Alleen die Tara moet natuurlijk niet de super krijgen. Maar ik kan die Tara zo killen en dan is het nu als het goed is gelukt. Oh nee, die Mortis was heel erg lastig. Inderdaad, het is gelukt. Het is trouwens goed dat ik ze allebei had gekild. Als ik ze niet allebei had gekild en ik was wel eerste geworden, dan had ik plus 2 gehad. Maar dan had ik 999 gehad. Nu zit ik precies boven de rank level 30. Ja, het is gelukt. Het duurde veel langer dan verwacht. Het had ook binnen 1 potje zo kunnen zijn. Maar uiteindelijk is het gelukt. Mijn 8e rank level 30 is dit. Ja, inderdaad. Mijn 8e rank level 30. We krijgen nog 500 sterpunten erbij. Omdat ik hier volgens mij de 41.500 heb gehaald. Dus dat is ook erg nice. Maar oh, check dit dan. Ik heb dit seizoen gewoon al 3 rank level 30's gepusht. Insane. Dat is wel echt bizar. Oké, maar dan vind ik het best geweest. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100.000.000% zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.